Dit is mijn vierde keer. Ik ben alle jaren mee geweest. De community is gewoon zo gaaf en aan boord is super gezellig. Alle jaren bevalt onwijs goed. En voor mij is de Gamescom echt een bijkomstigheid. Weet je, iedereen is opgelaten, iedereen vindt het leuk om mee te gaan. Dus ja, de sfeer is gewoon zo fantastisch aan boord. Daarom ga ik ieder jaar weer mee. We hebben dit jaar een eigen wagon. Waar we 5 keer Oculus opstelling hebben met onze laatste producten. En ja, die Gamescom is bijzaak joh, die trein is het belangrijkste natuurlijk. Hè? Ja, wij hebben eigenlijk ook gewoon met deze outfits op de party hebben wij kaartjes gewonnen voor de Tweakers Express. Dus vandaar dat wij meegaan. Maar vorig jaar zijn we ook de Tweakers Express meegegaan, dat is hartstikke goed bevallen. En ik ben ook al jaren naar Gamescom aan het gaan, zij ook. En ja, het is gewoon altijd super gezellig. Je kunt gamen, je kunt een praatje maken met iedereen. Ja, het is eigenlijk een reunie eigenlijk. Een reunie met alle Tweakers Express leden. Het was vorig jaar heel goed bevallen, Tweakers Express. Het was gewoon een leuke rit. Kort dagje Gamescom, maar nou, Tweakers Express, daar doen we het gewoon. Iedereen zit lekker te babbelen, te bruisen, lekker warm op elkaar zitten. Omdat het gewoon super awesome is, zoals elk jaar. In ieder geval meerdere jaren mee geweest. En ja, elke keer, je ziet het, meerdere games. Gamescom is super vet. Achtervolle zalen inderdaad, waar je gewoon alles kan zien. Games die nog niet zijn gekomen, kan spelen. En ja, dat is gewoon echt super vet. En tegenwoordig meer jij voor de Tweakers Express een beetje. Het is hier gewoon altijd een super sfeer, dus ja. Nou, ik ben Henna Song van Overwatch. En ik heb er gecosplayed omdat ik er super vet vind. En ik speelde ook heel vaak in de videogame zelf. Ja, het was heel erg gezellig, maar ook ja, heel erg druk en best wel vermoeiend. Het was erg benauwd en ja, als je dan in een cosplay rondloopt, is het dan al helemaal ja, warm, zeg maar. Dus we hebben wel wat afgezweet. Ja, voor de rest, ja, we hadden heel erg graag wat meer van Bethesda gezien, maar die was helaas niet zo heel erg sterk aanwezig. Wel ja, was Blizzard heel erg mooi en heel erg groot. En Gwent, waar ik zelf ook een grote fan van ben, was ook een heel erg mooie booth. Maar alleen niet samen kunnen gaan spelen, want de wachtrij was een beetje lang. Ja, de Tweakerstrij was hartstikke gezellig, is nu ook alweer heel erg leuk. Ja, iedereen stapt meteen op en er is al meteen een leuke sfeer. Dus ik denk dat het weer een gezellige terugrit gaat worden.